Je hebt een oproep gedaan aan de kiezers of andere belangstellenden om... Nou, kom eens met een regel die echt overbodig is. Dan ga ik daar werk van maken in wezen. Ja. Nou, ik heb er eentje. Wat vind je van het nieuwe mestakkoord? Het is gebracht als een weg naar de toekomst. Maar het is weer een gedrog met heel veel regels en voorwaarden. En ja, heel veel mensen zullen daar weer niet blij mee zijn. Het is Europees noodzakelijk, weet ik ook. Maar het is weer een tentakel waar we niet blij mee zijn. Het is een beest met veel tentakels. Dat klopt. En het is gepresenteerd. Maar de fine-tuning moet plaatsvinden. En dat is een van de redenen waarom ik in de komende weken zoveel bedrijven bezoek. En dat zijn verschillende bedrijven in de verschillende sectoren. Om te horen van de ondernemers waar ondernemers tegenaan lopen. Eén voorbeeld wil ik noemen. Als het gaat om het uitrijden van mest. Daar lopen we natuurlijk al tegen beperkingen aan. Uitrijden tot 1 september. Het klimaat verandert. Het groeiseizoen wordt langer. Zeker als we kijken naar afgelopen zomer. Dat is toch een gekke periode. En daar moet meer flexibiliteit in komen. Ja. En daar gaat de VVD zich sterk voor maken. Waarom? Zowel in Nederland als ook in Brussel. Ja. Moet je ook gelijk meenemen dat gedroogde mestkorrels, dat dat ook snel als kunstmest geaccepteerd wordt? De afzet juist van dat soort producten moet heel snel geregeld worden. Als we dat niet regelen, lopen we nog tegen nog meer beperkingen aan. En dat is wat we als VVD niet willen. Ja, want dat blijft natuurlijk een hele gekke zaak dat boeren geen mest mogen uitrijden, maar wel chemische kunstmest mogen kopen. U kan het niet uitleggen, ik kan het niet uitleggen. Dus dat is nou een punt waar we in de komende periode werk van willen maken, werk van moeten maken, om die flexibiliteit terug te geven aan de ondernemer. Dus eigenlijk het ondernemerschap terug te geven aan de ondernemer. Goed. Nou, bedankt voor de eerste aanzet. Graag gedaan.